We hebben ook een app op onze telefoon. Lekker vanuit de luie stoel met een koud drankje kunnen we dat super in de gaten houden. Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar de Easy Barbecue Workshop. Ik ben Joost, ik ben de grillmaster in deze serie en ik ga jullie allerlei leuke tips en tricks leren, zodat jullie dat straks thuis op de barbecue kunnen bereiden. In deze aflevering gaan we het hebben over het belang van tijd en temperatuur. Wat hebben we daarvoor nodig? Daar hebben we de Bluetooth thermometer voor nodig, want meten is weten. Verder hebben we daarvoor nodig de Grill Guru Compact en we gaan de sizzling plate gebruiken. We gaan een gegrilde ribeye maken met geroosterde puntpaprika's. De sizzling plate hebben we een kwartiertje op de barbecue gelegd op 220 graden, zodat die mooi goed heet is. De ribeye hebben we al op een lage temperatuur gegaard naar 45 graden kerntemperatuur. En die gaan we nu op de sizzling plate gaan we die verder garen. Daar doen we een klein beetje olie in. We leggen hem erin. Thermometer, de probe, steken we weer aan de zijkant erin. En dan wachten we weer totdat hij een kerntemperatuur heeft bereikt van 53 graden. Het dekseltje gaat weer dicht en we wachten weer even geduldig af. Wat veel mensen gewoon niet weten is dat een constante temperatuur gewoon vele malen belangrijker is dan de tijd. Goed, het ribeye ligt lekker op de sizzling plate. Die hebben we erop gelegd met het beginnen van 40 graden en we willen hem dus doorgaren naar die 53. Dat houden we natuurlijk super in de gaten, want we hebben natuurlijk onze Bluetooth thermometer. Maar wat nog veel makkelijker is, we hebben ook een app op onze telefoon. Lekker vanuit de luie stoel met een koud drankje kunnen we dat super in de gaten houden. De sizzling plate waar de ribeye nu op ligt, die zijn we op hoge temperatuur zijn we hem nu aan het afgrillen. Oké, dan hebben we de mooie zoete puntpaprikaatjes. Die tramperen we gewoon weer wat olijfolie overheen. Een mooie wat zout eroverheen. Even draaien, een beetje insmeren. En dan gaan we ze even op de barbecue leggen. Het ribeye gaan we lekker eraf halen nu. En dat laten we even rusten op de werkbank, zodat het niet gelijk aangesneden wordt. Want als je dat doet, loopt al het vleesvocht eruit. En dat is wat je absoluut niet wil bij je vlees. Ik kan het even een minuut of twee tot vier even rusten. Goed, het vlees heeft een paar minuutjes rust gehad. Wat belangrijk is met vlees, zorg er altijd voor dat je het vlees op de draad snijdt. Zo, kijk eens, helemaal klaar. Wat een super lekker makkelijk gerechtje. Ribeye met zoete puntpaprika's. Tot dan, hoi!